Noord, ik ben dramaturg van het NNT en ik werk mee aan Carousel. Carousel gaat erover over de vraag of je kan ontsnappen aan de blik van een ander. Die vraag kwam eigenlijk bij Guy vandaan, de regisseur, die zich afvroeg wat er gebeurt als mensen altijd naar elkaar kijken. Bijvoorbeeld, en altijd wat van elkaar vinden, bijvoorbeeld via Facebook of de sociale media. En als mensen altijd van anderen verwachten dat ze gelukkig zijn. Daar heerst een soort taboe op. We hebben dus met z'n allen het idee dat iedereen altijd maar gelukkig moet zijn. En dat eist een hele grote tol, want het leven is niet altijd leuk. Iedereen is wel eens ongelukkig, maar het lijkt alsof dat niet meer mag. De Carousel is gebaseerd op They Shoot Horses Don't They. Dat is een boek uit 1935 van Horace McCoy. En het gaat over dansmarathons in de crisistijd in Amerika. Dat is de jaren 20-30. No pain or anything? They probably lied. Dansmarathons waren wedstrijden waar soms wekenlang gedanst werd door danskoppels om dan een record te zetten. Wie het langst het vol kon houden om te dansen, die had dan de marathon gewonnen. Come on, Kevin, we're gonna make it. 30 seconds! Ja, mensen deden daar aan mee, omdat je dan gegarandeerd was voor een tijdje van een dak boven je hoofd, van eten, van nieuwe kleren. Dus ze deden het eigenlijk om aan de armoede te ontsnappen. En de mensen die het net een beetje beter hadden, die keken daarnaar, zodat zij een beetje het gevoel hadden dat zij het beter getroffen hadden dan die stakkers die daar aan het dansen waren. Yowza, yowza, what you mean, folks, it's all part of the show. 7 meals a day, 7, count them. Believe me, these boys and girls can really put it away. And what's your name, my dear? And how are you enjoying the food? Good. Hear that, folks? After 4 days of continuous dancing, these boys and girls may not be well healed, but you can bet they're well stuffed. 10 minutes time is all they have to eat it in. And they must keep moving, they must keep dancing at all times. Het is een beetje, eigenlijk daar in die zin een beetje een zieke vorm van entertainment, waarin iedereen zich maar een beetje aan elkaar vasthoudt om het zich een heel klein beetje beter te voelen. En dat is ook waar Guy, de regisseur, en Bernard, de schrijver, dat gevoel mee naar deze tijd wilden nemen. Wat ik er fascinerend aan vind, is waarom we het zo nodig hebben als mensen om naar anderen te kijken die lijden, om onszelf beter te voelen. En tegelijkertijd de vraag waarom we altijd zo graag gelukkig willen zijn. En de allerinteressantste vraag, die ook heel erg in de voorstelling speelt, is: kun je uit die cirkel ontsnappen? Kun je uit het systeem breken waarin iedereen altijd maar van je vraagt je gelukkig te zijn? Ik als dramaturg mag altijd bij repetities zijn, dus ik weet hoe een voorstelling gemaakt wordt. Maar daar gebeuren altijd de mooiste dingen. Dus als je de voorstelling echt wil zien, de mooiste voorstelling wil zien, dan moet je eigenlijk naar de livestream kijken.